Hallo en welkom bij een gloednieuwe Pauwpraat, jouw favoriete podcast over games en andere entertainment. Vandaag is Florian op een welverdiende vakantie, dus hebben wij Ruan Moleman aan laten schuiven. En die heeft Astrobot tot in den treuren gespeeld. Hij heeft hem 100% gemaakt en we hebben het over zijn cijfer. Jaloers. We hebben het over hoe goed die game wel niet is. En we hebben natuurlijk ook Samuel hier. En die hebben het, met hem hebben we het over Wukong en Castlevania. De Dominus Collection. Daar gaat hij helemaal leeg over lopen. Verder hebben we het over Hollow Knight Silksong. We hebben een tippie van Simon. We hebben het over Half-Life. Hoe overrated die is. Oké, ja, sorry. Alvast. We hebben het ook over Mafia en Japan. Dus alle reden om te blijven luisteren naar deze Pauwpraat. Ja, en van harte welkom, jongens. Het is een odd trio deze inderdaad keer, maar niet minder gemeend. Echt leuk dat jullie er zijn. We hebben echt een top aflevering in petto, want we gaan het hebben dus over Wukong. We gaan het hebben over Astrobot. We hebben de discussie, alle discussies over het cijfer van Astrobot. Sam, je komt er misschien een beetje koud in, maar er is hier sinds gisteren iets gaande. En het riekt naar... ja, hoe noem je dat? Vervalsing. Ja. Ik ben benieuwd naar de tea. Oké, we gaan het er zo over hebben. Maar we beginnen natuurlijk met de comments van de week. En daar hebben we zelfs een liedje voor. Komt-ie. Comments van de week. Dit zijn de comments van de week. Dirty Dancing. Comments. Yeah. De comments van de week, mensen. Comments van de week. Hoe heet het segment ook alweer? De vragen van... Nee. De reacties? Nee, comments van de week. Oké. Hey, wel tof dat jullie allemaal weer hebben gereageerd. En het was natuurlijk allemaal in reactie op wat wij vonden van Gamescom. Het was lichtelijk teleurstellend. Ja. Maar er was een tijdje geleden ook al een reactie over jouw eerste aflevering met Cody weer terug. Oh, ja. En die had ik nog even bewaard. Mooi, wat werd er gezegd? Er zegt Shuba, die zegt... Samuel heb ik vorige aflevering voor het eerst gezien en ik vond zijn stem ook redelijk vrouwelijk klinken. En zegt Gus Goof zegt eroverheen... Heerlijk, hees, vrouwelijk geluidje. Zeg maar een soort kleine, mollige variant van Katja Schuurman. Oké. Dus, die steek ik in mijn zak. Nee. Prachtige mensen. Nee, ik vond het wel geinig. Maar goed, dus mensen zijn hyped om jou weer te horen in Pauwpraat. Heel erg fijn. Ondanks mijn vrouwelijke, de vrouwelijke kleuren mensen. Ik heb dat pluspunt hoor. Ik vind dat je echt heel mooi praat. Dus. Je hebt een hogere timbre. Maar je kan ook echt... Ik ben officieel een tenor. Het is in de hogere mannenstemmen valt dat. En dat helpt ook wel bij zingen, heb ik gemerkt de afgelopen jaren. Doe je dat nog? Niet zoveel als vroeger meer, maar nog af en toe. Een maat van mij heeft een nieuw metal projectje. En daarbij help ik hem af en toe met wat vocals als hij demo's opneemt. Maar het klopt. Ik heb als je het lichaam er niet bij ziet, kan het heel makkelijk overkomen als van... Hey, volgens mij heb ik met een vrouwelijke persoon te maken. De hoeveelheid keren dat nog steeds ik word gebeld door een... telecombedrijf of zo, of een helpdesk. En dat ze zeggen, ja, is goed, mevrouw. Weet je, dat gebeurt echt nog steeds. Oh, wow. En het is zo'n langlopend deel van mijn leven al, dat ik kijk er niet meer om. Oh. Ik zeg gewoon van, het is meneer. Sorry, nee, geen probleem. En weet je, dan ga je gewoon door. Maar het is zo, ik neem het niemand kwalijk. Als je gezicht er niet bij ziet, dan niet. Maar ik ben niet bepaald Barry White, nee. De De Exuberant, die zegt... Ik kan niet wachten om meer te horen en te zien van Cody en Samen de volgende Pauwpraat. Het zijn allebei erg leuke karakters die veel te vertellen hebben. Een mooie aanwinst. Nou ja, van harte welkom Samuel. Dit is eigenlijk de eerste keer sinds lange tijd dat je weer bij mij aanschrijft. Ja, dus ik vind het wel leuk dat je er bent. Vorige keer was jij in Spanje. Het was leuk, dat filmpje dat je had ingezonden was ook erg leuk om te zien. Dat jij hem daar super hard chillde. Nu zit Cody in Japan voor zijn huwelijksreis natuurlijk. Ja, we hadden het er net al even over. De vieze weeb. Ja, wij zijn beide in Japan geweest. Jij nog niet, Ruan? Nee, helaas. Nee, ik moet nog naar Japan. Het staat hoog op het lijstje, dat wel. Bucketlist dat wel. Shit. Ja, absoluut, absoluut. Ja. We hadden toevallig nog over dat Capcom gebouw met Cody...
daar waren wij geweest omdat we toen voor de Tokyo Game Show er waren. Toen gingen we daar ook naartoe ook om nieuwe shit te checken. Maar Osaka. Dat is wel echt een... Nee, het zit in Tokyo zit daar een Capcom gebouw met zo'n enorme Gundam statue voor de deur. Dat is bij het winkelcentrum daar. Ik heb geen idee meer waar het was. Want het is voor mij echt een soort van waas geworden. Omdat het zo lang geleden is inmiddels al. Maar het was wel echt een fantastische trip. En jij bent zelfs meerdere keren geweest. Ik ben drie keer in Japan geweest voor Puur. Ja. Ja. Voor Resident Evil 6, voor Metal Gear Solid 5. Voor Tokyo Game Show ook een keer. En dat was samen met volgens mij ook een Naruto game of zo. Die ik ging checken. Maar ja, dat was super tof. Ging ook alle drie de keren in mijn eentje. Ja. En ik weet wel een beetje in Tokio waar de toffe spots zitten die ik leuk vind om te bezoeken. Weet je, waar je in Shibuya en zo waar je goed kan drinken en eten en dat soort dingen. Dus altijd super leuk. Zeker maar ook als je dan wel, zeker met zo'n Metal Gear Solid trip, als je dan met heel veel journalisten bent van all over the world, weet je, dan maak je ook echt nieuwe vrienden. Ja. En dan neem je een paar mensen op sleeptouw. En dan, dat is leuk, ja, precies. Ja. Er was een jongen die was toen nog gamejournalist. Die werkt nu bij CD Projekt Red. Oh, serieus? Maar die had ik toen ontmoet toen wij daar waren voor Resident Evil 6. En die bleek een gigantische Dark Souls fan te zijn. Dat was echt rond de tijd dat Dark Souls 2 echt nog niet eens uitkwam, zeg maar. Dus dat was echt nog heel niche. En toen, ik ben gewoon met hem toen, ben ik gewoon echt 3 dagen lang, zijn we naar metal kroegen geweest. Ja. Dat soort shit, dat was geweldig. Ja, lachen. Maar ja, je maakt ook hele toffe vrienden daar in zo'n rare, exotische setting. Maar ja, ik mis het wel. Wanneer word ik weer naar Japan gestuurd, jongens? Doe ik even een vette trip. Misschien hij moet eerst een keer gaan. Japan wel. Ik ben wel alleen geweest eerder dit jaar. Dat was mijn eerste echt buitenlandse trip. Ben je naar LA geweest? Ja, voor Apex, 5-jarig bestaan. Oh, mooi trip. En dat was ook herkenbaar verhaal dat je inderdaad een beetje optrekt met mensen van over de wereld. Eentje Japan en eentje Turkije. Dus we waren een leuke bunch met z'n drieën. Vet, kijk, daar moet je gewoon een sitcom over maken. Je gewoon een Nederlander, een Japaner en een Turk. Klinkt meer als een mopje inderdaad. Ja, was superleuk, ja, echt. Dus ik kan me wel vinden in die ervaring. Ja. Goed. Mensen kennen jou misschien nog niet echt. Als je Pauwpraat luistert, heb je hem in ieder geval nog nooit gezien of gehoord. Dit is Ruan, oftewel Mol. Mol, ja. Zoals ik eerder al zei, jij reviewt Astrobot. Ja. Dus we gaan het er zo uitgebreid over hebben. Maar ik moet denk ik misschien even een mea culpaatje maken over vorige keer. Toen hadden we het over Mafia. En toen zei ik eigenlijk dat die remake van Mafia 1, dat ik dat niet echt een remake vond, maar meer een remaster. Heb je dat gezegd? Ik moet eerlijk zeggen, ik moet je terugnemen. Johnny Peters die zei, wat? Ja. Dat was geen remake, hoe noemen we dit dan? En die stuurt dan gameplay van die game. En toen ik dat bekeek, toen dacht ik, oh wacht even. Ja. Misschien was het toch wel een stuk beter dan Mafia 1 daadwerkelijk was. Maar to be fair, ik heb hem niet gespeeld, maar zo zag die game eruit in mijn herinnering al, weet je. Oh, jeetje. Ik zou gewoon echt een keer die game willen zien vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd. Die vibe was zo nice, man. Ik vond het... Yeah. Maar is het niet interessant hoe onze hersenen inderdaad de neiging hebben om dingen die wij positief ervaren hebben vroeger, om die dan nog mooier te maken in ons hoofd. Dat is zo weird. Heb je wel eens ook super oude films van vroeger? Of hele oude games opnieuw beleefd? Dat je zoiets hebt van, dit is eigenlijk helemaal niet zo goed als dat ik het dacht. Het is misschien vloek in de kerk als dit een Valve-kerk zou zijn, maar ik heb Half-Life 2 met een mod een keer met een vriend van mij gespeeld, waar ik vroeger dus Half-Life mee speelde als kind. Hij zei van, weet je wat, er is nu een mod, dan kun je co-op Half-Life 2 spelen. En toen start ik dat op en ik dacht van, oh, in mijn herinnering was dit zo fucking goed. En het was zo Impliceer jij nu dat Half-Life 2 helemaal niet zo goed nu, is? Ik vond het gewoon nu niet goed. Weer een mea culpa volgende week. Ik dacht echt van, nou, wat is dit voor bagger, joh. Het is echt een soort van... Ik kan niet wachten op de volgende comments van de week naar deze uitspraak. Al moet ik zeggen, ik heb ook altijd wel gezegd van, Half-Life 2 is een beetje overrated. Niet slecht, het is een hele goede game. Maar hij moet super lang inkomen. Hij moet echt ontzettend lang. Dat wilde ik dus net zeggen. We hebben eigenlijk het eerste 2 uur samen gespeeld. En dat is eigenlijk een beetje matig.
Maar wat ik me er echt goed van kan herinneren op een gegeven moment, dat je die Gravity Gun krijgt en dat je die weirde gast is ook met dat huis. Of, nee, ik kan me niet heel goed meer herinneren. En die Gravity Gun, het is ook nadat je die hele soort van rare scooter boss battle hebt over dat meertje of zo. Ja, nee, die scooter shit, ja, dat vond ik echt heel kut. Ja, dat is super. Ja, right? Ja, want dan ga je over een soort van sloot. Ja. Een beetje een ondiepe sloot en dan komen er allemaal helikopters langs en dan moet je die ontwijken, maar je kan het niet echt ontwijken. Het is heel weird. Ja. En dan moet je de hele tijd afstappen om dan weer een soort van deur open te doen. En daar heb je dan weer... Ik probeer je uit te lachen dat je zo'n rare opmerking maakt zoals Half-Life 2 is kut. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik ook zoiets heb. Ja, nou goed. Ik heb dus niet verder gespeeld dan dat. Maar ik had echt een beetje zo'n nare nasmaak in mijn mond. Denk van, holy shit, my life is a lie. ik durf nu echt geen Half-Life 1 meer te spelen. Want dat is in mijn herinneringen zo fucking episch, weet je wel. Dat begin en dat je Half-Life daar zo... 1 heeft wel, denk ik... Zeker gewoon qua gameplay en hoe die opgebouwd is, heeft veel betere dan destijds doorstaan. Niet visually, als je de originele Half-Life 1 speelt, vind je iets van, oeh man, tering. Dit was echt in mijn herinnering twee generaties verder dan Quake, maar dat eigenlijk nee. Weet je, maar damn man, hoe die pacing is, hoe de tempo, de dreigingen, de variaties in levels. Dat ene level ook met dat beest dat op geluid jou probeert te hakken. Holy shit, dat is zo goed. Half-Life 1 is echt... Dat was wel echt een soort van, wauw, dit komt uit of niet. Ja, maar met dat soort games probeer ik ook, als ik weet dat ik het een speciaal plekje in mijn hart heb en ik stiekem wel weet van, dit is misschien niet zo heel goed verjaard, dan laat ik dat ook zo. Dan laat ik het als herinnering, want ik wil het dan niet voor mezelf verpesten of zo. Ik snap dat steeds meer. Jaren geleden, nog voordat ik bij de PU kwam, heb ik met andere jongens, wel eens bij andere games websites geschreven. En een van die jongens, die zei van, mijn favoriete game aller tijden is ICO. Ja. En die zei van, oh vet man, ja, heb je me ook, ik zei dan, heb je me ook gespeedrunnen of zo? En hij keek me aan van, nee, ik heb hem maar één keer gespeeld. Maar het is toch je favoriete game aller tijden? Ja, en daarom wil ik hem nooit meer nog een keer spelen. En ik keek hem echt aan alsof het een goal was. Maar nu ik ouder word, heb ik ook steeds meer zoiets van, misschien heeft hij wel een soort goed punt. Lekker later zo, inderdaad. Ja, ja dus, zeker. Even kijken. B van E, die komt nog even terug op Gamescom. Die zegt... Mijn top 5 van Gamescom was 1. De presentatrice. 2. Die Prime Show die over games ging. Dus inderdaad van die Love, Death, Robots makers. Secret Levels. Mafia. Niet zeggende teaser, maar ja, Mafia. En The First Berserker. Die stond bij mij ook in de top. Die verbaasde mij ook heel erg. Ja. Is dat ook alweer? Een Souls-like. Oh. Ja, maar een beetje Castlevania-achtige. Oh, met die heerlijke gameplay. Met die combat. Het ziet er ook een beetje uit. Het heeft die grimmige stijl van Berserk. Maar het heeft ook wel een beetje een anime-look. Een beetje Genshin-achtig, of niet? Gek genoeg. Ja, dus dat was vet. En ja, als we de puur coverage van Gamescom moeten pakken, dan staat Cheer die Wukong speelt op 1. Dus als je dat op 1 zet, nou, dan heb je wel echt een kutshow. Maar het was wel leuk. Ik bedoel, ik heb daarnaast gezeten. Dat was ook wel een van mijn hoogtepunten. Nou, ik moet eerlijk zeggen, weet je. Souls-likes zijn dingen die mij mateloos intrigeren. Maar tegelijkertijd weet ik ook een soort van, het is niet echt iets voor mij, weet je? Ik heb exact hetzelfde, ja. Ik moet wel zeggen, naarmate ik ouder word en naarmate ik op een andere manier ga gamen en op een andere manier naar games gaan kijken, komt het wel wat dichter bij me te staan. Maar ik weet nog wel dat Elden Ring uitkwam en toen heb ik dus dat ook geprobeerd. En ik vond het echt heel vet, maar op een gegeven moment dan kom ik bepaalde bazen tegen en dan denk ik van ja, het voelt niet, tenminste ik vind de sfeer eigenlijk al een beetje te deprimerend. Ik vind het al een beetje te neerslachtig. Dat is het zeker. En dan kom je dus tegen bazen waarvan je, ja, die vind je zo ver afstaan van wat voor mij echt chill is, zeg maar, dat het al niet meer heel erg leuk is om daar echt uren op vast te zitten. Daarnaast, en daar kwam ik dus tijdens Wukong achter.
Ik denk dat die bazen voor mij gewoon een beetje te creepy zijn, weet je. Ik vertelde... Waar een WhatsApp-gesprek. Ja, wat een WhatsApp-gesprek, omdat je... Die hebben vaak gewoon of een extra enorme drakenstaart of een extra arm. Of flarden en overal dingen aan ledematen eraan genaaid en zo. Waardoor je... Tenminste, ik kan dat veel moeilijker lezen, omdat ik... Mijn brein die snapt die anatomie dan niet. En die denkt van, ja, oké, whatever. En interessant. Ik vind dat lastig te lezen. Maar in Wukong vind ik sowieso de sfeer veel... rustiger? Nou, veel brighter of zo. Ja, het is exotischer. Het is meer... Al moet ik wel zeggen, de tweede helft van de game... wordt ook wel wat naargeestiger met die gevangenissectie of die duistere grotten met al die spinnen erin. Of ik weet niet hoe ver daar ben ik bent. Nog niet. Oh, nee. Ik heb de laatste tijd nog niet heel veel mee kunnen spelen. Maar de vijanden zijn voor mij gewoon iets makkelijker te begrijpen. Mm-hmm. Ja. En daardoor kan ik ze ook beter lezen. En dat is vaak inderdaad wel een tijger met een zwaard of een wolf met een... Inderdaad, gewoon een grote wolf. Ja. Maar het is overzichtelijker. Ja, maar ik in Eldering, op een gegeven moment ben ik gestopt. Toen zat ik in een soort van grot tegen een enorme kever. In een soort van gouden schat. En dat was super klein. En ik dacht van, ik word hier zo hard afgemaakt. Ik vond het op een gegeven moment ook niet meer leuk. Ik had ook niet het gevoel dat ik in de buurt kwam. En bij Wukong had ik eigenlijk vanaf het begin al wel van... Oké, ik snap deze vijanden. Ik vind het niet zo naargeestig als die andere games. En daardoor blijf ik gewoon hangen. En daardoor ben ik gepakt. Het ding bij Eldering is wel... dat omdat het open wereld is het de bedoeling dat als je zoiets hebt van... oh man, ik kom hier niet eens bij in de buurt... Ja. dat je dan ergens anders naartoe gaat. Ja. Wukong is veel meer wel van... dit is een soort van de volgorde waarin je dingen moet doen. Dus de scaling is wat... Ik heb dus in de wereld in Wukong vind ik veel vriendelijker om in rond te lopen. Ook omdat het niet boordevol met ranzige shit zit, bijvoorbeeld. Maar die in Eldering, bijvoorbeeld, dan heb je die rode wereld. Een soort van die mislukte... Die verrotte... Die mislukte beesten uit Lord of the Rings, zeg maar. Die op een gegeven moment op ze afkomen met die orks erop. Ja. Zeg maar die, maar dan soort van slecht getekend. Ja. Dat gevoel heb ik. En daarvoor denk ik van, ja, ik vind het gewoon niet leuk om hier te zijn. En dan ga ik er gewoon niet heen. En denk ik van, ja, oké, maar dan vind ik dat eigenlijk gewoon... niet zo leuk. Ik vind het zo waarom mooi. Zou ik bij de BL dat er moet dan dat je er wil zijn, inderdaad. Ja. En dat heb je bij Wukong dan minder. En dan heb ik veel minder, omdat ik het echt leuk vind tropisch. Om die wereld te ontdekken. Ja. Het is wel de bedoeling inderdaad dat je een dat het niet te naar voor je voelt. De aantrekkingskracht van Souls games is dat de spanning en de druk is heel hoog, want je bent in de duistere wereld en alles wil jou doodmaken. En dat voelt inderdaad niet super chill. Maar tegelijkertijd weet je ook van, oh, maar aan het einde hiervan ligt een schat. Of is er een vette boss battle. Dus het is die wisselwerking tussen spanning en beloning die je constant vooruit duwt. Maar als een van die twee elementen veel te niet de balans is, zoals bij jou het geval was, dan snap ik dat je niet gaat genieten van de game. Maar ik vind het heel mooi hoe je dat net zei wel. Van in plaats van, ik vind het te eng of ik vind het te moeilijk, zei gewoon van, het ligt zo ver af van wat ik chill vind. Ja. Dat, en ik heb nog nooit eerder zo verwoord gehoord, denk ik. Terwijl... Nou ja, het is. Kijk, ik ben sowieso niet echt fan van hele enge en naargeestige dingen. Maar ik vind wel dat als je een game speelt, dat je op een of andere manier toch wel een soort van het gevoel moet hebben van oké, ik voel me toch op een of andere manier wel thuis in deze wereld. En ik wil dit ontdekken. En ik ben benieuwd naar iets anders. Maar als je zeg maar de ene baas hebt verslagen en je komt nog iets ziekers tegen, dan denk je van oké. Ik begrijp supergoed waarom Eldering heel erg goed is, want het is gewoon echt goed gedaan. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Bloodborne. Daar ben ik ook niet ver in gekomen, maar ik snap heel goed de aantrekkingskracht voor mensen die dat wel vet vinden. Maar Wukong heeft voor mij dat pakt dat net op een juiste manier aan. Het is wat meer, het is minder soort van verrotte, stervende wereld en meer mythologische wereld. Meer soort van fantasie in plaats van... Ja, en ik heb ook gelezen dat mensen dit aanraden om dan je in te lezen erin. Ik denk dat het niet nodig is, eerlijk gezegd. Het is alleen nodig als je het verhaal wil snappen. Het is niet nodig om van de game te genieten. Ja. En nogmaals, jullie weten hoe ik
erin staat ja. ten opzichte van games tegenover verhaal. Ik denk niet dat games belangrijk zijn voor een goede gameervaring. Maar ja, je zult wel op een gegeven moment, halverwege de game ook, dan weet je, dan bevrijd je een varkentje. Ja. Dat wordt een tijdje voor dat je maatje. Als je de reis naar het westen niet hebt gelezen, heb je geen idee wie de fuck dat is. Nee, ja. Boeit niet om een hele vette gameervaring te hebben, maar als je dat geeft, interessant en je leest het dan wel, ja. dan krijg je toch wel even net verder het extra. Het is wel een heel sick verhaal trouwens. Het ja. is wel de moeite waard om in ieder geval op YouTube. Het verhaal van het varkentje. Van gewoon de reis naar het westen. Okay, yeah. Gewoon ook als je wil weten van, oh, ik snap nu wat meer de link naar Dragon Ball. Wat heeft Dragon Ball daarvan gestolen? Okay, het is echt de moeite waard om gewoon even zo'n 15 minuut durende YouTube samenvatting te checken of okay. zo, even snel. Ik heb wel goede verhalen over gehoord, jij inderdaad. Ja. Jij bent wel echt gewoon enthousiast over Wukong. Ondanks dat het ja. eigenlijk, nou, de performance is niet om naar huis te schrijven. Of performance niet om naar huis te schrijven. Ik heb meer issues met de game. Het is een beetje een meme geworden. Maar ja, de game heeft superveel onzichtbare muren. Heb ik in principe geen problemen mee. Maar wat ik er naaraan vind, is dat het je een beetje verkeerde informatie geeft over het level design, ook in latere delen van de game. Ja. Je kan bijvoorbeeld in de eerste helft van de game kan je niet echt van cliffs afdonderen, want die onzichtbare muren houden je tegen. Later in de game kan dat opeens wel. Oh, ja. Dus dan heb je het zelfvertrouwen van, oh, ik kan gewoon langs dingen rennen zonder dat ik ergens vanaf donder, maar nee, dan donder je er wel vanaf. En die inconsistentie aan wat de game je leert, dat trek ik niet goed. Maar los van die dingen vind ik het een hele sicke game. Nu ik hem geplatinumd heb, en daarvoor heb je minstens 2 hele playthroughs nodig, want sommige legendary wapens en outfits kun je alleen maar maken in New Game Plus. Okay, yeah. En er zitten wel hele gemene dingen in, wat ik heel vet vind, want heel veel Souls games doen dat niet meer, maar Wukong heeft het ook. Er zit bijvoorbeeld een baas in met 6 armen. Als je alle armor pieces wil halen voor de platinum, dan moet je ook de Venomous Arm Guards halen. Dat zijn dingen die je op je armen kunt doen. Die kan je alleen krijgen door die baas op specifieke punten op zijn rug aan te vallen, zodat ze armen breken. Dat is een beetje monsterhuntachtig. Dat soort shit. Ja, man. Ik had zoiets, oh, dat zie ik niet vaak genoeg terug in games. Ik vind dat heel tof. Dat is wel echt heel cool. Heel veel mensen vinden dat kut, want dat zijn missables, zoals ik hem dan al verslagen heb. En ik heb dat niet gedaan, dan moet ik het game nog een keer spelen. Ja, zei ik niet zo. Weet je? Maar ik vond het super vet. Voor mij als liefhebber van Souls-like vond ik hem iets te makkelijk. Er zijn misschien 3 of 4 bazen in de hele game geweest waar ik een paar pogingen echt over moest doen. Waar ik echt me even op moest vastbijten. En in New Game Plus, ondanks dat New Game Plus iets moeilijker in is, ben je zo overtuned en krachtig aan het einde van je eerste playthrough dat je daar echt doorheen blaast. Als een mes door boter. Ja, echt. De eerste playthrough duurt wat 40, 50 uur als je echt alles probeert te checken. Maar New Game Plus, dan raas je echt een 10 uur doorheen. Het is wel... Ja. Kijk, ik zat in het begin echt urenlang vast bij die Wandering White. Dat is eigenlijk de eerste echte baas die ik tegenkwam. Dat is die eerste optionele baas. Ja, optioneel. Dat hebben we ook gestreamd. Ja. En toen heb ik er een nachtje over geslapen, letterlijk. En toen haalde ik hem binnen 2 pogingen, denk ik. Maar that's the true Souls experience, my friend. Als het niet leuk, moet je af en toe gewoon even wegstappen. En dan zul je zien. Ja. Maar daarna geleek er echt super makkelijk doorheen. En toen dacht ik wel van, okay. Ik zit nu een beetje me af te vragen waar dan het niveau ligt. Want als zeg maar een optionele baas je al echt helemaal fuckt, maar daarna ga je door de echte bazen zeg maar op een makkelijke manier. Ja, wat is dan een beetje, hoe kan je dat een beetje inschatten? De optionele bazen in Wukong zijn wel de moeilijkere. De beter ook. Er zijn misschien maar 2 of 3 verplichte bazen die wat lastiger zijn. Een hele notoire is de eerste echte tijgerbaas in de tweede chapter. Die windman. Nee. Echt een tijger. Gigantische tijger. Hij staat zwembad van bloed inderdaad. Juist, dat is voor heel veel mensen echt een soort van challenge. Dat was de eerste baas waarin ik meerdere pogingen voor nodig had. Hoor. Maar die was super vet. Ja. Die heeft delayed sword attacks. Ja. En hij kan jou parryen door even in steen te veranderen. En hij komt in één keer van een andere kant. Zonder dat je locked blijft. Exact. Het fuck met je lock-on inderdaad. Dus dat is ook iets wat heel veel mensen die Souls games niet spelen. Dus dat ze niet snappen dat lock-on niet altijd je vriend is. Soms wil je gewoon even lock-on uitzetten, zodat je meer cameracontrole hebt. Maar dat is echt zo'n fight van, ja, dit is wat ik wil. En als je alle optionele bazen doet in chapter 3, moet je tegen Yellow Long, moet je tegen Yellow Long. Dat is een van de laatste. Oh ja, ik heb Red Long net gehad. Nou, de laatste daarvan, van die 4 longs, is Yellow Long. En dat is een dude met een soort van speer. En echt zo'n kung fu master is fight. Is dat die vliegt naar je toe met bliksem ook. En het is zo'n sick fight dat ik ook echt zoiets had van, wauw, dit is, ik moest alles inzetten wat ik had geleerd in die game. Weet je, om daar echt doorheen te komen. Nice. De game heeft niet genoeg van dat soort fights, vind ik. Maar de fights die het wel heeft, zijn gewoon goed. Dus ja, ik ben heel enthousiast. Ik hoop dat de studio Game Science
Ja. Dat ze met hun tweede project, dat ze heel veel geleerd hebben van deze game en met het tweede project nog gekker gaan. Want de combat was ook heel sick, maar ook een beetje simpel. Je zit voornamelijk op vierkantje te rammen de hele tijd. Ja. Af en toe. Het was heel veel light heavy. Ja, heel veel light. Het is een beetje het control scheme van het is het Samurai Warriors game. Ja. Gewoon FIFA basic en that's it. Ja. twee knopjes. Dus ik denk dat als ze de complexiteit van een character action game, zoals een Bayonet of zo, erin kunnen, dat je echt moeilijkere combo's zelf kunt beslissen. Dat je meer creativiteit krijgt over... Dat miste de game dat, echt, ja, dan denk ik dat ze echt een game of the year... Weet je wat ik denk? Ik denk dat ze me dan een beetje kwijt gaan raken. Ja, nee, dat snap ik voor ik jou. Ook wel. Ja. Dat zou voor mij denk ik ook gaan. Want ik zit dan een beetje in hetzelfde schuitje als jij. Ik heb ook wat je net zei over de enemies. In dingen zoals Elden Ring en zo. En Dark Souls en Demon's Souls. Heb je echt van die grote, imponerende bosses, dat je denkt van, ik voel nu al dat het oneerlijk is en ik moet nog maar beginnen, weet je wel. En inderdaad, bij Wukong heb je iets meer dat je denkt van, oké, ik kan dit. Ja. Dat heb ik sneller dan in een Dark Souls game of zo. Dus ja. Daardoor heb ik ook wel meer moeten. Maar thematisch is dat ook wel logisch, want Wukong is bedoeld om een krachtige motherfucker te zijn. Weet je, ook als je een van de redenen waarom je de reis naar het Westen ook wel een beetje moet checken, of dat verhaal in ieder geval moet checken, is zodat je kunt zien hoe krachtig hij hoort te zijn. Ja, zoals bijvoorbeeld die iconische staf die hij heeft. Ja. Heel vet verhaal daarvan. Op een gegeven moment gaat hij naar een soort van koning toe, want hij wil een wapen. En die koning geeft hem die geeft hem de keuze uit de duurste wapens die ooit gesmeden zijn met goud en zo. Maar en elke keer zegt Wukong, nee, te licht. En dan zegt die koning van, nou ja, weet je wat? Hij denkt van, ik ga hem foppen. Er is een pilaar in de oceaan. Die pilaar is gemaakt om te meten hoe diep de oceaan is. Probeer die maar te pakken. Hij denkt, dat gaat hem nooit lukken. Oh ja, die is goed genoeg. En bam, hij pakt die pilaar en dat wordt zijn stok. Dat wordt zijn staf. Weet je, dat soort verhalen zit er allemaal in. Maar dat laat ook al zien van hoe absurd krachtig hij hoort te zijn. En wat vet is aan Wukong. Ik denk ook dat het daarom zo'n goede beginnende soort van Souls-like is voor mensen die dit nog nooit eerder gespeeld hebben. Is de game wil ook dat je je krachtig voelt. Dus elke 5 minuten krijg je weer een skill point waarmee je weer een nieuw move kan unlocken. Of je kan jezelf sterker maken. Ja. En dat gevoel van kracht en progressie is veel meer aanwezig dan in een gemiddelde Dark Souls game. Daarbij is het de bedoeling dat je echt een beetje... Klopt, minder voelt. Als je je krachtiger wordt in Dark Souls is het meer zodat je wat meer punten hebt om dan een beter zwaard te gebruiken. Maar het is niet de bedoeling dat je ooit God voelt of zo. Er is altijd een grotere berg of een grotere, sterkere motherfucker dan jou die jou weer even gaat deprimeren, zeg maar. Maar Wukong wordt op een gegeven moment wel echt een power fantasy en ja, dan is het sick. En zeker als je dat dan gaat mengen met parries of die spreuken of weet je, de stances, het wisselen tussen stances. Heb je dat ook een beetje gedaan? Ik ben eigenlijk een beetje aan het focussen om één stance uit te bouwen. Want ik heb op een gegeven moment gerespect. Want ik dacht... Gratis is in deze game? Ja, wat gratis super is, wat lekker is. Maar ik merkte op een gegeven moment... Ja, ik denk dat ik iets meer moet gaan focussen... om er maximaal uit te halen, zeg maar. Want soms dan had ik wel wat moeite, zeg maar. Dus ik denk van... Nou, en volgens mij heb ik nu eentje met de power stance. Nee, hoe noem je dat? De smash stance. Ja, dat is de standaard stance. Daar kan je inderdaad de hele game mee doorlopen. Maar op een gegeven moment merk je wel van... Oh shit man, als ik nu schakel naar de thrust stance, daar zit er een move in bijvoorbeeld. Thrust stance heeft een ingebouwde dodge. Als je op heavy druk doet, gaat die eerste stap naar achter doen. Dus die kan je defensiever spelen. Oh. En er zit bijvoorbeeld een van de laatste dingen die je unlocked in de thrust skill tree, is dat als je al je bolletjes vol hebt aan focus points, als je dan een dodge doet en je drukt dan op heavy, doet hij automatisch zijn krachtigste aanval. Dat hij die stok echt naar voren schiet. Oh. Dus wat ik vaak deed is, dan ga ik vechten met een baas in smash stance. Dan kan je ook opladen, kan je rondrennen en zo. En dan ben ik focus points aan het opbouwen. Dan switch ik naar thrust. En dan wanneer die baas een gigantische aanval doet, ik perfect dodge hem. Weet je, krijg ik zo'n... bam, automatisch ontlaat ik dan die stok in sporen. Nou, dat voelt goed, jongen. Dat voelt sick. Dus ik raad je wel aan om in ieder geval één... Ik zou ze niet alle drie doen, want ik... Nee, dat is niet die nodig. Pillar maar... stance, dus dat je op het stokje gaat zitten. Ik bedoel, als echte Friese vierlepper zouden we dat wel iets moeten doen. Maar ja, weet je. Ik heb dan een beetje het gevoel van... Oké, dan zit je boven op het stokje en er zijn te veel dingen die fout kunnen gaan, denk ik. Weet je. Maar goed, zijn inderdaad een paar bazen en die maken het leuk. Want sommige stances zijn dus wel beter voor bepaalde bazen dan andere. Maar er is één baas die schiet homing projectiles naar je toe. Nou, succes als je dan op je stokje zit. Want de stok ontwijkt heel veel, maar niet homing projectiles. Nee. Maar ik zou wel inderdaad focus op smash.
Maar investeer ook een paar punten in Thrust. Gewoon zodat je die defensievere stijl... Okay. En het mooie aan Thrust is ook... Je kan ook gewoon, terwijl je de game speelt... niet tegen een baas, maar gewoon terwijl je rondloopt. Het is heel makkelijk om vijanden van een wat meer afstandje te pakken... omdat je gewoon die stok oplaat en ploemp. Je schiet er gewoon mee, als het ware. Ja, okay, okay. Dus het is een hele... het is best wel een makkelijke stand. Anyways, dat over Wukong. Ja. Sikke game. Eigenlijk wil ik nu zo over Astro Bot beginnen, maar de nieuwe baas van ons magazine, die stuurde mij een berichtje. En zei van, ja, jullie moeten liefde gaan geven aan een game. En ik zei, ja, geen idee, ik heb dat zo gekeken. Gaat hij weer zeggen dat ik het... Ik zei, je kan het zelf gaan doen als je de telefoon maar op dagenlang te appen. Hij appt mij ook verrassend veel, maar hij is altijd wel lief, dus ik vind het oké. Power Limited Magazine, goedemiddag, met Simon. Hallo Simon, je spreekt met Chit, Power Limited. Power praat. Hallo Chit. Hey, hallo. Jij stuurde me net een berichtje dat we liefde moesten geven aan Hollow Body. Ja, even snel. Echt zo'n game die het even nodig heeft en niet even dient. En als wij het niet doen, doet niemand het, Chit. Ja, want ik heb even die trailer gekeken, of tenminste wat gameplay. En dat is eigenlijk gewoon... Een beetje een slechte Alone in the Dark. Oh, je gaat nu helemaal foutje. Het is een goede Silent Hill. Nee, het is een game waar hij gemaakt door één dude. En die heeft een het is zo'n retro survival horror game. Dus alles is in de stijl van een PlayStation 2 game. Nice. Maar dan met hier en daar net even dat het er toch wel iets beter uitziet. Ik ben er nu aan het spelen. Waar ik geen neo van een balk ook zit. Ik weet niet hoeveel ik mag zeggen. Maar... Als je zeg maar in hetzelfde kamp, misschien wel dezelfde leeftijdscategorie als mij wel. Ja, ik check hem even. Want er zijn mensen, ik weet de mensen die goed op survival horror gaan, die goed op die retro aesthetics gaan. Deze is echt dope. Oké. Okay. Dus, die krijgt even wat liefde. Want als wij het niet doen, dan doet niemand. Want iedereen gaat daar over Call of Duty praten of Wukong of zo. Ja, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Daar hebben we een boompje over opgezet. Ja, ik zou ook wel kunnen gokken. Maar ja, ik zie overal alles en iedereen over Wukong praten. En ik zie niemand over Hollow Body. Dus het is tijd dat we even wat liefde geven aan. Gewoon wat games die anders onder de radar doorvliegen. Ja, Hollow Body is zo'n game. Je kunt de demo gewoon downloaden op Steam, geloof ik. Nou, maar ga even doen, zou ik zeggen. Ja. Nou goed. Doe het even leuk. Als je dit hoort en je bent zo... Als je denkt van ik vond vroeger survival horror wel tof en dat soort dingen... Dan ga ervoor. Check even de demo. Ik heb gisteren voor het eerst een lange tijd nachtmerries gehad na het spelen van een game. Oh, wauw. Zeker niks voor mij. Is het een game voor mensen die Silent Hills wilden spelen, maar die nooit hebben gekregen? Of is het echt alleen maar voor de retro freaks? Nee, ik zou niet... Kijk, Silent Hills was echt een paar evoluties verder en Hollow Body heb ik... nog niks zien doen waarvan ik zeg van, oh, hij neemt het oude genre en voegt er nieuwe dingen aan toe. Deze game had ook letterlijk uit kunnen komen in die tijd zonder dat het revolutionair was geweest. Maar het qua setting, qua vibe, qua sfeer... Kijk, die games hoefden maar één ding goed te doen, het was de sfeer. Kijk, Silent Hill 2 combat was echt verschrikkelijk. En Silent Hill 1 precies hetzelfde. De voice acting was niet normaal slecht. Alle vrouwen was kut, maar de sfeer was gruwelijk. En vrouw was vet. En ik ben nog niet diep genoeg in Hollow Body om te zeggen hoe vet het verhaal is. Maar die sfeer is echt spot on. En de wereld waarin het zich afspeelt, dus in de redelijk nabije toekomst. Ja. Er zijn heel veel toffe dingen wel gebeurd. Dus hij pakt wel een hele bijzondere wereld. En maakt er tot nu toe echt een sfeervol gerechtje van. Oké. Okay. Mooi. Nou. Dus goede vibes. We gaan hem in de gaten houden. En hij komt op 12 september uit. Dus... ja, je hebt hem al ruim van tevoren kunnen spelen. Dankjewel, ja. Simon. Doei. Doei. Nou, Hollow Body dus. Hollow Body. Ik dacht heel even dat hij ging zeggen dat hij Hollow Knight Silksong... Ik was ook even bang voor je. Ja, deze game heeft nog nooit iemand van gehoord. Ik had toch even onderdanig brengen. What the fuck ever happened to Hollow Knight Silksong? Dat is zo'n game... waar gewoon dusdanig veel mensen op wachten... en waarvan de verwachtingen zo groot zijn... dat de ontwikkelaars zoiets hebben van... ja, we moeten nu gewoon echt een super vette game afleveren. Maar volgens mij hebben ze nu al 2 jaar niks van zich laten horen. Ze hebben een hele lange tijd constant updates gegeven... tot 2022. Ja, ergens. Zoiets. Ja, nou hebben ze volgens mij nog 1 keer gezegd van... het is nog in ontwikkeling of iets in die trant en verder niks. Het lijkt wel alsof er iets is gebeurd in de ontwikkeling... dat ze iets compleet nieuws gaan toevoegen of zo.
Dat ze op een gegeven moment denken van ja, dit is... Ja, misschien door de hype, wat jij zegt niet inderdaad. Voldoende. Dat de hype zo immens groot is inmiddels. Ik weet niet wat het is. Maar het is ondertussen wel een meme geworden. Ja, dat als er weer een nieuwe Nintendo Direct wordt aangekondigd... of er komt de Gamescom aan, dat mensen zeggen... hey, when Silksong, weet je gewoon. Ja. Maar ergens misschien... dit klinkt misschien heel erg sadistisch, maar misschien... Ik hoop ergens diep van binnen misschien dat de game nooit uitkomt... zodat we gewoon 20 jaar lang elke 3 maanden kunnen zeggen... hey, wordt Silksong eindelijk aangekondigd? Half-Life 3 dan. Ja, ja. Het is de nieuwe Half-Life 3. Ja. De nieuwe Duke Nukem Forever. Weet je? Het is gewoon, we hebben om de tijd gewoon een titel nodig... die ons dat verlangen, die spanning weer geeft. Ja, dat is Silksong, maar... We gaan het hebben over Astrobot. We gaan het hebben over Astrobot. Want vrijdag kreeg je de code binnen van Astrobot. Ja. Lekker. Je keek er enorm naar uit. En jij kan de review doen. En als het goed is, staat hij nu ook al online op pup.nl. Als je dit luistert, ja. Maar als je nu die review leest, dan zie je een cijfer. Dat cijfer weet hij nog niet. Nee, wel. Maar ja, tenminste... Ik zit nog even met jou koken. Want ik, laat ik het zo zeggen. Maar jij doet hem voor Pu? Ja. Laten we beginnen met de game. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om even uit te leggen wat Astro's Playroom is. Want die game is essentieel voor het bestaansrecht van deze game. Astro's Playroom is natuurlijk de gratis tech demo, zoals mensen het noemden. Die op elke PlayStation 5 geïnstalleerd kwam. En het was een demo die vooral bedoeld was om de nieuwe features van de DualSense controller te showcasen. En ook even de snelheid van de SSD, al was dat een beetje een bijzaak. Heel belangrijk, want te weinig mensen geven dat liefde. De collectibles die je haalde, waren ook echt een viering van PlayStation als merk. Ja, dat was eigenlijk misschien nog wel de grootste verrassing. Want iedereen dacht leuke tech demo, maar opeens liet die game zien dat PlayStation als merk, als IP, als franchise, met alle hardware... iets waard is. Er zit zoveel, toch wel, ziel in. Het was de eerste keer dat ik van een PlayStation game zoiets had van, hey, jij snapt wat Nintendo doet. Precies. En jij hebt nu ook de geschiedenis om dat te poelen, zeg maar. Ja, dat is wat die demo uitstekend deed. Dat iedereen dacht van, wow, dit voelt als een warm bad. Dit voelt fijn. Dit is, het is een Nintendo gevoel eigenlijk, wat je zegt. Ja. En dat was best wel een prestatie. Ik ben het absoluut niet mee eens trouwens. Ja, ik vond het echt super stom dat je een oude PlayStation kon een soort van NFT-achtige shit was dat. Dit was een podcast, jongens. Nee. Ik vond het zo leuk gedaan. Ook in de levels hadden ze van die kleine hardware dingetjes... dat je bijvoorbeeld op een memory card stapte... dat dan een platform was van een PlayStation 1. Dat soort kleine dingen. Hoe is dat stom, Tjeerd? Ja. Dat is toch de leukste shit ooit? Ik vond de collectibles vond ik gewoon corny. En een beetje zelfpijperij eigenlijk. Ik vond het gewoon... Het is 100% zelfpijperij. Ja, maar dat is... ja, ik ging er gewoon niet zo lekker op. Ja, en bovendien vind ik überhaupt wat er met Astro's Playroom is... Astro's Playroom is gebeurd. Eigenlijk, het was een leuke tech-demo. En het was... Ik ga niet zeggen dat het niet goed was. Alleen, wat er daarna met die game is gebeurd... In het begin schat iedereen het redelijk op waarde. Van, oh, dit is leuk. Dit is een leuk gamepie. En het verdient eigenlijk iets meer dan een tech-demo genoemd te worden. Zeker. Daar ben ik het absoluut mee eens. Ja. De time trials, fenomenaal. We hebben er een heel toernooi van gedaan. Kom eens terug op de time trials. Het heeft daarna zo'n eigen leventje geleden... dat iedereen als je nu mensen vraagt naar Astrobot... dan is het in één keer de second coming of Christ. En iedereen die valt over elkaar heen om te zeggen... ja, dat was zo fantastisch en dit, dat. Ja, ik voel dat niet zo. Dus ik snap niet zo waarom mensen daar zo ontzettend enthousiast over zijn. Heb jij een PlayStation VR 1 gehad? Nee. Want er is een tweede... tech demo, of dat is wel iets meer een game, toch? Het was echt een officiële game. Maar het was ook bedoeld om de VR te laten showcasen. Ja, zeker. Voor Astro's Playroom had je namelijk de Astrobot VR game voor de PlayStation VR. Ja. En ik denk dat de mensen waar jij het net over hebt, die zeggen, oh, dat is de beste shit ever. Die zien dat, denk ik, in die context van die VR game en Astro's Playroom. Want als je die twee dingen bij elkaar zet, dan heb je opeens zoiets van, oh shit, Astrobot is denk ik nu... niet alleen de PlayStation mascotte, maar het is ook een beetje soort van... de power kit van PlayStation. Ja, maar het is ook elke keer als Astrobot er is, dan kan ik gewoon een game verwachten die iets tofs doet met de hardware en die echt leuk is. Ja. En dat is een gevoel wat best wel zeldzaam is tegenwoordig. Vooral bij PlayStation. Vooral bij Nintendo PlayStation. Krijg je dat om de haven klap. Maar PlayStation die raakte dat gevoel van
plezier, van fun. Ga daar niet op schijten, Tjeerd. Nee. Dat is mooi, joh. Nee, nou, oké. Je moet denk ik even de achtergrond hiervan weten. Want eigenlijk sinds gisteren is er een soort van lobby gaande om Astrobot een 10 te geven of een 100. Oeh. Van andere mensen die naar mij tegen mij praten. Maar. Zelfs de baas van het magazine die zit hem te appen dat hij hem echt een 100 moet geven. Want als Astrobot geen 100 krijgt, wie krijgt er wel? Martin, die zit hem te hypen. Erg. Cody zit hem in zijn vakantie te hypen. Het is een beetje meme aan het worden. Zijn ze jou aan het manipuleren, jongen? Ja? Nee, ik ben niet te manipuleren. Ja, nee, dat maar niet. Maar het is... Ja, dat gebeurt wel. Nee, maar... Dus ik probeer hier een beetje gewoon... De stem van bezinning. Maar oké, laten we even teruggaan naar de les. Want we hebben dus inderdaad die VR-game. Hoe heet die ook alweer? Ik vergeet ook zijn naam. Volgens mij gewoon... Astro's, nog wat of zo. Volgens mij gewoon Astrobot. Nee, dat is deze game. Oh, dat ja. Okay. Is niet maar Astro... je hebt dus de VR-game Rescue en je mission. Hebt dus Playroom. Rescue Mission. Dat was en er waren gigantisch veel mensen, wat je net ook al zei, die beseften van, we hebben eigenlijk wel een PlayStation-mascotte. Alleen, hij krijgt wel de hele tijd games, of het, of wat het ook is. Hij krijgt wel de hele tijd games dat vooral een showcase is van tech. En heel veel mensen hadden dus eigenlijk de vraag van, waarom krijgen we hier niet gewoon een keer een volledige game van? Want Playroom speelde fantastisch. Het platforming-actie was zo strak. Het voelde goed. De moveset was minimaal. Je had een punch die je ook in de lucht kon gebruiken om je jump te extenden. En een laser, wat trouwens geniaal is aan die laser. Het is zo'n klein die detail. Laservoetjes, je ziet daardoor slim. Wat precies onder je is. En dat is het is zo'n klein dingetje, maar het is geniaal. Ik had het net over hoe Wukong of je verkeerde informatie geeft in onzichtbare muren. Die lasers zijn exact het tegenovergestelde voorbeeld. Ja. Ze geven je perfecte informatie. Ja. Dus het is niet alleen leuk om te zien. En het is niet alleen een double jump. En ze dienen als een aanval, maar... Ja, je kan er zoveel mee. Ja. Het is geniaal design. Echt. Ja, dat smaakte gewoon naar een volledige game. Want Astro's Playroom, ik had het met 5 uur had ik hem in Platinum. En Luc van Vido die zei net heel leuk van, ik had het met 3 uur. Dan denk je toch van, hier moet meer van komen. Ja. En 4 jaar later krijgen we precies dat. En wat hebben we gekregen, kan ik jullie zeggen. Holy shit. Ik ben hype. Allereerst, ja, dit is meer van hetzelfde. Als je meer wilde van Playroom... Dit is dat. Dit is echt een volwaardige game. Je hebt iets van 50, 60 levels aan die lol die je kreeg in Playroom. Nice, dat is veel. Daar waar Playroom echt een showcase was van de DualSense. Van, hey, kijk deze trainingen en zo. Dat nemen ze hier voor lief. Ze proberen je niet opnieuw te zeggen van, kijk hoe vet deze features zijn. Okay. Ze snappen dat wij dat ook snappen. We zijn 4 jaar verder. En dat is niet om te zeggen dat die trillingen saai zijn geworden. Als je mij vraagt, is het nooit verveeld. Als een game dat goed implementeert, te weinig games heerlijk. Het. Ja. Ik vind het heerlijk. Ik heb het uitgezet. Oh, bij de PS4 had ik juist altijd de trillingen uit. Wat doe jij mij aan deze aflevering? Nee, ik heb het, nee, ik zet het. Ik heb het gewoon eigenlijk in alle games uitgezet, omdat ik het fucking irritant vind. Ja, nou ja, er zullen vast meer mensen zijn, maar ik snap dat niet. Want In Astrobot snap ik het heel goed, hoor. Ja. Ja, nee, ja. Gelukkig. Ja. Want die feedback is... Als hij over zo'n ijzeren platformpje loopt, hoor je dat... Je voelt dat getik van metaal op metaal. Ja. Als hij in zand loopt, voel je een beetje... En het is niet alleen de oppervlakte, het is alles. Een stukje wind, een stukje particle tegen je aanvliegt. Alles heeft een signature feel, eigenlijk. Zeker. En dat vanaf de eerste seconde dat je Astrobot start, dan... Ik klampte meteen mijn controle harder vast van... Oh ja, dit moet ik meemaken. Dit wil ik nu voelen. En daardoor zit je er zo meteen dieper in of zo. Ik was helemaal engaged. Omdat het speelt niet alleen niet meer op het scherm af, maar ook in je handen. Dat wordt een soort van ruimtelijke ervaring, om het maar zo te zeggen. We hadden het net al over een beetje, voordat we begonnen. Ja. Maar een van de dingen wat ik altijd zo vet heb gevonden aan Nintendo is dat ze inderdaad durfden te experimenteren met hardware. Ja. Van een touchscreen tot een Wiimote, tot inderdaad de eerste Rumble. Zij waren de eerste met Rumble voor de N64 toen de tijd. Maar heel veel mensen hebben dat vaak gimmicks genoemd, maar ik zie het altijd als een nieuwe manier om inderdaad een connectie te maken, een fysieke connectie te maken met de game. Ja. En ik vind het fijn om te horen dat deze game dus dat gewoon ook de hele game lang gewoon doet en goed volhoudt. Ik heb heel lang ook met koptelefoon gespeeld. Op een gegeven moment deed ik hem af. En dan komt de speaker van de PlayStation controller nu natuurlijk die dan weer aangaat. En een game als deze die er heel veel gebruik van maakt, dat geeft toch nog wel weer een extra dimensie. Dat je dan deze geluidjes wel in de controlespeaker hoort en de rest op tv. Dat is toch leuk? Het geeft dat ruimtelijke... Dat is vet. Het is zo interactief. En de interactiviteit, dat gebeurt nu ook op het scherm. Vanaf het eerste level, alles wat je om je heen ziet. Natuurlijk heb je het gras dat beweegt, maar je hebt ook gewoon een klein vlindertje dat rondvliegt. En ik kan het slaan en het maakt een klein geluidje en het vliegt aan de kant. En dat is nog maar een vlindertje. Ik heb het nog niet over de enemies gehad, over de andere dieren die daar rondlopen.
Er zit zoveel ziel en karakter in deze game. Ik heb constant met een brede lach op mijn gezicht gespeeld. Het is echt, het is vrolijk, het is feestelijk. En de muziek is echt... Nou, de muziek was sowieso in Playroom, vond ik al feestelijk. Goed. Ja, feestelijk inderdaad. Maar het zijn echt, het is banger after banger wat erin zit. En ja, dus jij bent thuis aan het vibe op de soundtrack? Ja, maar ja, het is gewoon die compleet... Je wordt zoveel geprikkeld in je handen, in de speaker, in je oren, op het scherm. En dan ook nog de muziek. Ja, het is... Audiovisueel festijn. Ja. Is het wat uitdagender dan Astro's Playroom? Nee, het is vrij makkelijk, moet ik wel erbij zeggen. Het is echt... Je kan er behoorlijk doorheen vliegen... Ik denk dat de meeste uitdaging wel in het platform ligt en niet in de battles. De boss battles zijn vrij simpel en weet je... Want hij kan nog steeds niet echt veel meer doen dan gewoon slaan, toch? Of, Nou ja, ze geven dus wel... In de meeste werelden krijg je dus een power-up. Soms is dat iets heel simpels. Ja, dus zoals een jetpack, dat apenpak en... soms is het simpel. Je vliegt omhoog met een jetpack ik en zo. Ik heb hem nog niet meegekregen, wat leuk. Wat, dat apenpak? Ik heb expres een beetje alles een beetje vermeden rondom de trailer. Maar die zat al in Playroom. Dus dan ging je in dat apenpak en dan kon je dan klimmen, weet ben je wel. Ben ik helemaal vergeten. Ja, die maken bijvoorbeeld ook een terugkeer. Maar ze hebben ook heel veel nieuwe power-ups. En dat geeft... Het is ook een redelijke forgettable game. Nou moet je oppassen, hè. Nou moet je oppassen. Nee, maar die power-ups, daar zijn die levels, want het zijn hele compacte... het zijn hele lineaire levels. En alles in dat level is ontworpen om die power-up heen. Goed. Ik krijg nu echt 3D Mario-vibes. Ja, ik heb het al eerder gezegd. Het grootste compliment wat ik deze game kan geven... is dat het qua creativiteit en speelsheid... akelig in de buurt komt bij Mario Odyssey. En dat is... Ik vind Mario Odyssey... Dan heb je me, ja. Ja, het is... Je hebt hem uitgespeeld? Ja, ik heb hem 100% inmiddels ook al. Nice. Dus ik heb alle content gezien. En er worden wel heel vaak wat power-ups opnieuw gebruikt. Dat je denkt van oké, ik heb hem in dit level gezien en ik zie hem ook hier. Prima. Maar wat ze dan wel heel slim doen, is dat ze dan manieren vinden in het level zelf, in het level design zelf, om die power-ups weer een nieuwe feel te geven. Van hey, hier kan ik wel omhoog vliegen door glas heen, maar nu ben ik in een bosachtige wereld en hier heb je platformen die van bladeren zijn gemaakt. Maar als ik van onderen tegen dat blad aanvlieg, dan geeft dat blad weer een effect, waardoor je weer enemies bijvoorbeeld kan aanvallen. Het is even een simpel voorbeeld. Maar dat vind ik heel tof, want... Nu wil ik niet degene zijn die gaat vloeken in de kerk, maar Mario Galaxy 1 en 2 wordt gezien als een paar van de beste games aller tijden. Ja. En daar ben ik het mee eens, maar waarvan ik altijd wel heb gezegd van wat ik zo jammer vind aan die games, is dat je krijgt sikke power-ups zoals een bijenpak of zo, of er is een vet level segment en dat wordt één keer gebruikt en daarna zie je het niet meer. En dat is aan de ene kant een luxe probleem, want die games hebben zoveel goede ideeën, dat gewoon elk level heeft iets unieks. Maar ik heb heel vaak zoiets gehad van, maar het is toch veel vetter als je ook een bepaalde mechanic kunt uitdiepen, door het terug te laten komen en het wat moeilijker te maken, of inderdaad een nieuwe context te geven. En het lijkt nu alsof Astro dat doet hiermee. Het probeert het zeker. En soms is het van, oké, dit is een kleine toevoeging, want soms valt zo'n ability wel een beetje in de verhaling. Het heeft zeker niet wat je zegt, zoals een Mario, de variatie die ze in die games hebben is echt gestoord. Wat Nintendo altijd doet, ook soms voor één keer. Maar Astro Bot durft dat ook. Je hebt soms gewoon een sublevel, niet eens een van de main levels, dat je opeens een compleet nieuwe ability krijgt die alleen in dat level wordt gebruikt. Dat je denkt van, oké. En het is een beetje een luxe probleem. Het is heel vet dat ze dat ook durven te doen. Dat ze nieuwe ideeën durven toe te laten en dat gewoon dat ze daar een level, een plekje van geven, als het ware. Dat vond ik echt heel vet. Maar ja, er zijn ook zeker wel power-ups die soms een beetje in herhaling vallen. En het voelt een beetje voor mij alsof ze niet alle ideeën meteen op tafel wilden gooien. Want je merkt echt aan de game, er werken echt hele knappe koppen bij Team Asobi, de ontwikkelaar. Er zitten zoveel slimme, vernuftige dingetjes in. En ze geven jou ook wel de mogelijkheid om dat zelf te ontdekken. De allereerste ability, de allereerste level is dat je jezelf opblaast. Je wordt een luchtbel en je vliegt omhoog. Je zweeft langzaam omhoog. En op een gegeven moment is er een hele grote tubus gevuld met water en vissen en zo. En toen dacht ik van, oké, maar wat als ik dit onder water doe? En natuurlijk, geheel volgens verwachting, je wordt die bubbel en je schiet omhoog tot het water. Omdat dat is wat er gebeurt in water als jij een bal van lucht wordt. En je schiet omhoog en je schiet die tubus uit, waardoor je net iets hoger komt dan normaal. En dan denk je ook van, aha. En je voelt een beetje alsof je dit zelf bedacht hebt. Ja, maar dat is wat goed game design. Dat doet de game vaak. Het geeft je die aha-momentjes. Dus het geeft je de ruimte om ook te experimenteren met het level design. Niet zo extreem als iets wat Odyssey doet, want daar is het echt gestoord. Het is nog wel echt een mini-stapje terug ten opzichte van Odyssey. Maar het raakt wel echt
dat gevoel van, hey, ik heb hier iets bedacht en ik heb hier iets nu mee bereikt. En je wordt er ook vaak mee beloond. Ik dat heb is soms, tof. Ja, ja. Want je had het net nog over Wukong, dat je heel veel invisible walls hebt. En dat ja. is bijna niet echt een ding hier in Astro Bot. Perfect. En als je dus ook hoog kan komen of net even weer een move weet te bedenken, waardoor je op een insignificant stukje berg kan komen. En je komt op en dan zie je opeens een muntje spannen. Dat je wordt van, beloond. Ik word beloond. Oh, en het zijn, yes. ook al zijn het maar 3 muntjes, ik ben daar opgekomen en ik heb er geld voor gekregen. Dat is geweldig. En ja, dat het zijn dat soort dingen, daar word je gewoon vrolijk van. Het is onmogelijk om niet een lach te krijgen op je gezicht tijdens het spelen van deze ja. game. En dat vertaalt ook naar die Astrobots. Het zijn zulke aandoenlijke beestjes. Telkens die kleine gilletjes die ze maken. En soms dan was ik even op mijn telefoon kijken en kijk wel op het scherm. Dan zie je Astrobot naar mij kijken, zwaait hij even. Het zit zoveel persoonlijkheid in. Het is echt heel leuk. En dan kom je nog bij de cameo's. Want... Ja, oké. Okay. Want de game draait eigenlijk om... het is een soort van reis door het universum van PlayStation en hun IP's. Oh, maar dat was de tech demo ook al. Nou, ik zou zeggen dat de tech demo een viering is van PlayStation hardware voornamelijk. Dat is dat zo zou ik Playroom indelen. Maar je had in elk level ook een paar van die Astro outfits die dan iets naspeelden. Ja, zeker, ja, ja. zeker. Ja, ja. Maar toch zou ik, al helemaal vergelijken met Astrobot, zou ik zeggen dat Playroom echt een viering was van PlayStation als het merk PlayStation en de hardware. Astrobot is meer een viering van gaming, punt. Niet alleen PlayStation, ga ik hier even alvast hinten. Er zitten cameos in dat je denkt van, huh, maar jij bent niet van Master Chief. Nee. Dat alweer niet. Nee. En ook geen Mario. Maar er zitten zeker verrassingen in die ik niet ga spoilen. Oh, wat goed. Maar ja, de collectible in deze game zijn dus bots. Er zitten 300 bots in de game. Waarvan er 140 gewoon naakte, geen skin bots zijn. Maar de andere 160, 170... Naakte ze hebben geen pakje aan. Of? Ze hebben geen... Ja, ze hebben geen... Een soort van de Donald Duck van de... Ja. ze hebben geen cameo kleding. Okay, ja. Okay, ja. Maar die andere 160, 170... En dat is veel. Die zijn dat dus dat zijn allemaal cameo's van voornamelijk PlayStation franchises, maar daar zitten deep cuts in. Vooral ook voor de oudere gamer die gaan echt denken van wow, zelfs jij zit erin. Het is echt insane. Ze gaan een beetje voor de Smash Brothers encyclopedische. Ik moest letterlijk constant denken aan die Everyone is Here van de Smash Bros. Ultimate. Want dat is echt, Everyone is zo waar hier. Ze hebben niks overgeslagen. Oké, misschien Concord. Nou. Concord. Nou. Maar ja, je verzamelt dus die botjes en die komen dan dus in je hub terecht. Waar je dus ook nieuwe skins kan aantrekken voor je eigen astrobot of voor je vliegcontrole. En die lopen daar een beetje rond en zo. In een playroom had je dus zo'n gacha-machine waar je geld mee uitgaf. En daar kocht je dus die, wat jij een beetje waardeloos vond, daar kocht je een beetje die PlayStation hardware-dingetjes mee. Ja. Wat je er nu mee koopt, is items voor die teamed Astrobots. Dus je vindt opeens, ik noem maar wat, de rugzak van Ellie. En die krijgt dan het Ellie-botje. Die krijgt ze dan om. Waardoor zij in die hub, krijgt ze een animatie. En als je ook nog eens een kleine punch geeft, dan wordt er een soort van mini-animatie afgespeeld. En soms heeft dat heel erg te maken met de game. Dat je denkt van, ah ja, weet je, een feest van herkenning. Maar soms is het ook gewoon even een hele deep cut. Dat je een Bloodborne, dit verzin ik nu even, maar dat je een Bloodborne personage opeens op een CRT op een PlayStation 1 ziet spelen. En dat je dan Bloodborne helemaal pixelachtig op het schermpje ziet. Het voegt niks toe aan de gameplay. Maar het geeft het je wel... Het is nerd service. Absoluut. Absoluut. Ja, want maar... een normaal kind van 10 of zo, die snapt er geen reet nee, van. Nee, voor die is het voornamelijk gewoon een leuke platform. Ik kan niet wachten om de bots te unlocken waarbij ze de scène nadoen uit de Last of Us 2, waarbij ze dood wordt geslagen met een golfknuppel. Ik kan niet wachten om dat uit die gacha-machine te krijgen. Dat lijkt me... Oh, wat leuk. Ik heb wel even een moment gedacht van, het zou het zijn als je opeens een golfclubje uit zo'n gacha-machine haalt. Maar ja... Dude, ik moet op... Je laat me aan iets herinneren. Dude, het sickste wat ooit in een Nintendo game ooit zit. We hadden het net over Smash Brothers. Ja. Zeker Smash Brothers Ultimate. Bijna elke Smash Brothers game heeft een lockables die verwijzen naar de gamegeschiedenis. Smash Brothers Ultimate is uiteraard de sickste versie daarvan. Want ja, het is Ultimate. Ja. Dus je kan spirits unlocken in Smash Brothers Ultimate, right? En spirits van heel veel andere games zoals non-Nintendo games. Dus ook bijvoorbeeld Hideo Kojima games. Ja. Eén spirit die je kan unlocken is Paz, P-A-Z, dat is dat meisje uit Peace Walker en uit Metal Gear Solid 5. Ik weet niet of je Ground Zeroes gespeeld hebt. Ja. Ja. Wat de twist in Ground Zeroes is dat je haar redt uit dat kamp. Ja. Maar dan blijkt dat de terroristen die haar hebben
ontvoerd, die hebben een bom in haar baarmoeder genaaid. Oh ja. Kan je dat nog herinneren? Ja, ja, ik kan me dat niet herinneren. Dat is redelijk ziek. Dat is behoorlijk fucking ziek. Ja. Dus ik het heb verdrongen. De demo eindigt ook, maar dat zij probeert te zeggen tegen het Big Boss van, er zit iets in me. En zij springt uiteindelijk uit dat helikopter en zij blaast op. Ja, dat was het. Ik krijg kip van, het lijkt echt een prachtige emotionele scène. Dus wat besluit Smash Brothers te doen? Die zegt van, hey, je kan pass unlocken als een spirit. En elke spirit heeft een ability. Wat is haar ability? Je begint een gevecht met een bob-omb. What? Holy shit. Dit is echt... Het, ja, ik unlockte dat in die game. Yeah. Ik keek naar die ability en ik had zoiets van... You did not go you there. You motherfucker. Ja. Dit is... Ja, en dat gevoel... Nou, niet precies dat gevoel. maar dat you did not go there. Alleen yeah. Op een positieve manier heb ik ook zoveel in Astrobot gehad. Het mooie ook aan die game is... Je hebt 5 galaxies of werelden. En die werelden zijn niet eens per se thematisch aangekleed. In één wereld ga je gewoon van Japan naar een constructiesite... naar een ice cream wereld. Ze gaan alle thema's langs. Ze hebben de schijt aan. Lekker leuk. Je moet een Japan wereld hebben met de pagoda's en de tempels. Oh ja, die is er zeker. Hè? Als je eraan kan denken, ze hebben het. Ja, exact. Maar wat elke wereld wel mooi doet, is het eindigt met een speciaal aangekleed level. En dat is dan een level van een bepaalde IP of franchise binnen PlayStation. Ik ga niet zeggen welke of wat. Maar dat is zo goed gedaan. Het is bijna alsof de ontwikkelaars van de game zelf eraan gewerkt hebben. Van de muziek, tot de aankleding, tot de kissen die je opent, die je opeens een andere... Tot de abilities. Er zit zoveel aandacht voor details en het was echt fenomenaal om mee te maken. Zou me niet verbazen als andere devs ook inderdaad hebben geholpen met in ieder geval assets aanleveren. Het onderzoek die ze hier hebben gedaan is te spot on om dat alleen te kunnen doen. Je hebt natuurlijk de PlayStation Studios, dat is natuurlijk een beetje een umbrella. Ze werken soms wel een beetje samen, geloof ik best. Ja, zeker. Dus, maar dat is sowieso mooi om elke wereld zo af te sluiten met welke franchise is het nu en hoe gaan ze... Oké, dus je ziet het niet door het hele level heen. Maar je komt er eigenlijk pas achter aan het einde. Ja, nee, de meeste bots inderdaad. Je vindt gewoon random bots. Ik noem maar wat, zoals ik Ellie net noemde van Last of Us. Dat is gewoon letterlijk een random collectible in een random wereld. En die wereld heeft helemaal niks met... Het is niet constant PlayStation. Sure, je ziet soms een driehoekje of een vierkantje, weet je wel. Leuk. Maar het is... Echt een, het probeert vooral een game te zijn. Ik ben een leuke platformer en ik ga een leuke avontuur hebben. Dus het is niet hebben. Alleen maar zelfpijperij. Nee, maar ook daar zijn ze zeker niet vies van in deze game, dat zeker. Maar ja, het heeft echt zijn eigen creatieve ideeën en het is niet van deze wereld draait om de GPU, dat is niet meer. Nee, het is gewoon ik ben nu in Japan en ik word een fucking spons en ik speel voor de rest van de level met water, waardoor ik zelf een spons word. Dat vind ik wel vet, man. Ja, het is echt, het is super aandoenlijk en leuk en feestelijk. Maar deze game wil ik eigenlijk gewoon al wel spelen vanwege de time trial modus. Zit dat er weer in? Wat een fantastische brug, want jij hebt het over, jij wil minpunten horen en jij wil over de time trial horen, maar wat jij het inmiddels al weet is, ook tot mijn schrik, die time trial ontbreekt nog volledig. Nog of gewoon? Nog. Die komt er. Oh, in een update. Okay. Maar goed, we recenseren games op basis van hoe ze nu zijn en niet wat ze kunnen worden. Of niet Cyberpunk. Maar dus... Dat schrok ik van. Want wij hebben ook bijvoorbeeld speedrunmas gedaan. En we hebben ook zelfs gewoon persoonlijke streams gedaan hier. Dat we gewoon elkaar scoren wilden verbeteren. En dat was ook het mooie aan het begin van die PS5 tijden. Dat je dus die feature had. Dat als iemand jouw score verbeterde. Een vriend van jou. Dan kreeg je daar een melding van op de PlayStation. Hij heeft je score verbeterd. Dan ga je even snel even opstarten. Dus dat vond ik wel stiekem wel een beetje missen. Want het heeft zulke strakke gameplay. En dan wil je soms even... Gewoon al je platform skills op tafel gooien en gek gaan. En er zijn ook zeker van die uitdagende levels die gewoon vragen van oké, finish dit snel. Alleen er wordt geen tijd bij gehouden. Maar is dat je enige minpunt wel? Van iets wat er komt iets aan en dat zit er nu nog niet in? Dit is toch echt gewoon een van de belangrijkste features van die hele game, toch? Nou, niet de belangrijkste. Vond ik het leukste aan die hele Astrobot. Klopt. Omdat dat niet een hele game was. Maar dit is wel een volledige game met ontzettend veel levels. Ja. Dus dan wordt het wel meer een bijzaak. Ze komen aan het einde van het jaar komen ze met die DLC. We hadden het er net nog over. We zien het nog wel gebeuren dat als de PS5 Pro het aangekondigd / uitkomt eind dit jaar, dat ze dan misschien een soort van tie-in doen natuurlijk. Ja. Maar qua andere minpunten, ik denk dat de een het als een minpunt zou kunnen zien dat het misschien iets wat makkelijk is.
Ik heb soms zeker wel moeite gehad, maar het is doorgaans kan je er best wel doorheen vliegen. Maar ik zie dat niet als een minpunt. Niet alles hoeft Dark Souls te zijn. Het hoeft niet altijd Dark Souls te zijn. En het is ook wel verfrissend om gewoon soms even gewoon lekker met verstand om deel een beetje te genieten van de levels. Wie ooit een goede Kirby game heeft gespeeld, snapt exact hoe dat werkt. Ja, en soms kan het ook, anderzijds kan het heel brutal zijn, want Astrobot heeft wel een soort van checkpoint systeem. En als jij voor een checkpoint doodgaat, dan verlies je natuurlijk wel alles wat je hebt gepakt. Progressie, dus de muntjes, de dingen. En soms als je heel ver bent gekomen, je hebt net allemaal muntjes gepakt, als je een beetje een completionist bent, dan kan het wel even een flinke straf zijn om dood te gaan. Want je bent wel gewoon in één keer dood. Maar dat is een self-imposed uitdaging dan, de moeilijkheid. Ja, precies. Twee spelers? Maar hoe zit het met de co-op? Want dit is een game die perfect voor co-op zou zijn, ja, toch? Nee, dit is absoluut voor de mensen die vader of moeder zijn en dit luisteren, dit is echt ideaal om te spelen met je kind. Want die kunnen dit ook direct oppakken. Het is echt super intuïtief en makkelijk op een goede manier. Het is leuk, het is vrolijk, zoals ik al eerder zei. Maar helaas geen co-op. Nee, dus dat wordt echt controle doorgeven. Weer een minpuntje. Weer een minpunt, hè? Wat een verschrikkelijke game. Maar hebben ze dat hebben ze ook niet aangekondigd dat het er nog aan zou komen? Niet dat ik van op de hoogte ben, maar op het moment zit het er helaas niet in. Nee. Het is natuurlijk wel een game dat, wat ik net ook zei. Kleine kinderen zullen het gewoon vooral leuk vinden om lekker springen, een beetje enemies aanvallen. Zo. Vrolijke muziekjes. Ja, maar de oudere gamer... Is de muziek zo goed als in Playroom? Want dat was geniaal. Het is precies een vervolg op dat. Het is... Er zitten echt, ik kan niet wachten op de soundtrack die uitkomt. Ik wil deze muziek gewoon lekker op repeat luisteren. Ik besef nu ook wel opeens dat meer games van die asynchroniseerde, of nou niet synchroniseerde, maar asymmetrische co-op moeten doen. Want dat deed Mario Galaxy ook heel leuk. Je kon een tweede speler, kon met de Wiimote een cursor versimpeld, zijn. Inderdaad. Die dan kon helpen, vijanden kon stunnen of starbits kon pakken. Ja. Dat zou eigenlijk perfect zijn. Oh ja, absoluut, absoluut. Maar ja, wat zit er helaas niet in. Want daar zijn we inderdaad een beetje naartoe gegroeid. Hè? Toen in die tijd van Rayman Legends of zo, dan was het gewoon inderdaad symmetrisch. Je ging gewoon alles, deed hetzelfde, zeg maar. Maar juist vanwege ook die It Takes Two type games. En ook bijvoorbeeld die Sackboy game. Dat is ook allemaal... Op een gegeven moment ga je dus op andere manieren door die levels. En die Sackboy game. Hele vette game. Het is ook heel leuk om te doen met je partner. Ja. Alleen, in mijn mening, als iemand die echt intens genoten heeft van Sackboy A Big Adventure, Astrobot maakt het stiekem irrelevant. Want het is gewoon zo goed dat je bijna afvraagt van waarom hebben we nog Sackboy nodig als deze game hetzelfde creativiteit en lol. En nice. Ja, ik vond het echt heel bijzonder om mee te maken hoe... Het is onwennig van PlayStation dat het zo leuk is. Ja, maar wacht even. Ik denk wel zeker dat Sackboy bestaansrecht houdt. Absoluut, want, absoluut. Ik bedoel, op vakantie, neefjes die konden niet ophouden met praten over Sackboy. Om ook vanwege die bad guy, dat een soort van... Er was één iemand die zei, sorry dat ik je spoil, maar ik moet dit gewoon kwijt. Maar weet je dat, die ene guy. Maar Maarten had ook al gezegd dat zijn kids elke dag aan hem vragen, wanneer komt Astrobot uit? Dat ze helemaal lijp zijn van die game. En dat snap ik ook wel. Bro, ik kan me nog herinneren dat, als mensen zeiden, wat is de mascotte van PlayStation, dat iedereen een beetje om zich heen keek, zo van Crash Bandicoot misschien, I don't know. Ja, deze game gaat echt zeggen van, luister, Astrobot is hier. Dit is de fucking mascotte. Het is niet Aloy. Het is niet Ellie. Het is fucking Astrobot. En dat vind ik ook zo mooi dubbelzinnig aan het feit dat de game nu gewoon Astrobot heet. Dat voelt echt zo sterk statement. Van, boom. Ja. Dit is Astrobot. Dit is het begin. Dit is het begin van de Astrobot era, als het ware, zou je bijna kunnen zeggen. Astrobot Supremacy. Ja, en ik kan nu al niet wachten op het vervolg wat waarschijnlijk met de PS6 gaat uitkomen. Maar een beetje mazzel krijgen we in deze generatie nog. Ja, misschien nog een flinke... Ja, ze hebben al gezegd, er komen wel meer levels in updates en je krijgt de time trial modus. Sick. Maar als ik één groot minpunt moet noemen aan deze game, is dat ik nog steeds meer wil. Dat heeft het niet opgelost van Playroom. Ik wil nog steeds meer. Hoe lang heeft het geduurd? Jij hebt een 100%? Ja, natuurlijk heb ik wel een beetje op een review tempo gespeeld. Dus dan gooi je er wel iets meer pit in dan dat je soms even lekker om je heen kijkt. Ik heb hem gewoon 100% op pak een beetje 20 uur. En ik denk dat een gemiddelde persoon, of je nou wel of niet 100% speelt, ben je goed voor 15 tot 25 uur.
Het is eigenlijk wel muziek in mijn oren, want ik mis kortere games. Ja. Ook iets wat Nintendo heel goed deed. Weet je, bijvoorbeeld de GameCube-tijdperk had je games als Luigi's Mansion en zo. Dat waren ook van die 15, 20 uur durende... Dat is perfect. Ja. Dat is perfect. Ja, het is gewoon... Ja, het is daardoor bijna... krijg je ook zin om ze wat misschien dan weer een half jaar later te herspelen, weet je. Ja. Je pakt het op, je weet van oké, ik ben er zo lang mee bezig. Mm. Het is eigenlijk een soort van vakantie voor je brein of zo. Ja, even lekker, lekker kort even genieten van iets anders. Even niet... Dit hele idee dat waarde moet worden uitgedrukt in meer uur is zo'n bullshit idee. En ik zag dat mensen niet... Sommige mensen, weet je, met een beperkt budget, dus die willen graag veel content voor hun geld, maar... Kortere games graag. Dit is fijn. Ja, ja. En ik heb genoeg games gehad waar ik 60 uur heb gespeeld. Ik noem maar wat Death Stranding. En ik ga dan niet zeggen dat die game nu beter is omdat ik daar meer uren aan heb gehad. Want stiekem heb ik intenser die 20 uur beleefd juist, in Astro Bot. Het is wat meer gefocust. Ja, ja. Je hebt, je hebt minder... Je tijd is... Met respect behandeld. Ja, en ik heb gewoon zoveel gevoeld. Of ja, vooral geluk en plezier tijdens het spelen van deze game. Dat is het belangrijkste, bro. Dat is kunst. Ja, dus ik voel je toch wel een Gold Award. Oh, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Ja. Dat was na een uur voor mij eigenlijk stiekem al duidelijk. En dat is natuurlijk te vroeg om te zeggen. Maar het is zo'n... Ik heb het eerder al gezegd, niet in de podcast, maar het is een constante extase. Je bent gewoon, ook door de snort van de SSD, je bent gewoon lekker bezig door naar het volgende level. Kijk deze muziek, het is hier ook feest. Kijk deze power-up. Een luie recensent zou zeggen, dit is MDMA in videogame vorm. Maar gelukkig ben jij geen luie recensent die met luie eet- of drugs referenties komt aanzetten. Ja, nee, het is echt, ja, heerlijk. Maar oké, wat ik nou alleen nog niet snap is, maar waarom zit er blijkbaar een soort van campagne? Is er een campagne begonnen door meerdere redacteuren hier binnen dit pand? Om jou die 100 te laten geven. Ik weet niet waar. Nou, het begon. Tenminste, ik kwam op werk en Martin vroeg mij van. En hoe was het? Ik zeg, ja, fantastisch man. Deze game gaat van mij een heel hoog cijfer krijgen. En Martin zei een beetje gewoon tussen neus en lippen door van. Ah, gewoon een 100, toch? Ik zeg, nou ja, dat kan ik niet zomaar verantwoorden. Ik bedoel, kijk naar de andere games die een 100 hebben gekregen. Dat betekent niet dat het net zo goed moet zijn. Want het is een andere game. Exact. Maar dat moet je wel goed kunnen verantwoorden. En als je een time trial mist bijvoorbeeld of zo. Dat... Ja, en je gaf eigenlijk net al een beetje aan van... Op bepaalde vlakken doet bijvoorbeeld Odyssey het veel beter eigenlijk. Ja, maar ik vind het vooral een prestatie dat PlayStation überhaupt het voor elkaar... of Team Asobi in het specifiek, het überhaupt voor elkaar gekregen om dat niveau... wat eigenlijk Nintendo onaangeraakt heeft kunnen blijven behouden... Mm-hmm. Dat ze dat nu gewoon doorbroken hebben en daarnaast kunnen staan. Dat aan zich vind ik al een Gold Award. Interessant punt. Heel interessant punt, ja. En ja, nee. Moet je, dan komen we eigenlijk weer in een andere discussie. Dan kom je in de hele score discussie wat je tot het einde der tijden kunt voeren. Maar moet je inderdaad, zou je jouw score voor deze game, zou die moeten afhangen van de context die gemaakt is door een Nintendo inderdaad? Moet je dat meenemen? Is dat iets waar je rekening mee houdt? Mm. Of moet je het gewoon zien als een... product in geïsoleerd product misschien? Nee, ik blijf het altijd wel als een geïsoleerd product zien. Alleen als je... Normaal stond het enige merk dat echt gelijk stond aan plezier, lol, creativiteit en gewoon lekkere platformactie. Dan dacht je alleen aan Nintendo. Ja. En het feit dat je dan nu een andere game hebt die dat ook raakt. Dan is het onmogelijk om het niet op zijn minst te benoemen. Maar... Ik ga nu wel aan jou vragen. Is dit een uitspraak waarvan jij nu kan zeggen... Ik 5 jaar later denk ik hier nog steeds zo over. Oh ja, 100%. Want ik zei het net al, met je Crash Bandicoot. Ik kan me die periode nog heel goed herinneren, omdat ik toen echt full into gaming kwam. Yeah. Dat inderdaad de N64 had Mario 64. En PlayStation had elke maand kwam er weer een nieuwe platform uit, waarvan er dan een pagina advertentie in de pu stond of zo. Waarin dan werd geadverteerd met dit is de Mario Killer. Weet je? Hier is Krok, de Mario 64 beater. Yeah. Of weet je? Glover of zo. Ja, exact. Ja, en ik heb dat door de jaren heen, heb ik dat Spyro. Ik heb dat door de jaren heen, krijg elke om de zoveel jaar is er weer zo'n platform waar mensen zeggen van, oh wat goed dat mensen Nintendo kunnen benaderen als het aankomt op de kwaliteit van. Ja, ik snap heel goed dat je dat zegt. En daarom zei ik net ook al van, het maakt Sackboy een beetje irrelevant, want Sackboy is eigenlijk ook gewoon hetzelfde idee. Het is ook gewoon een leuke platform met leuke levels en feestelijke muziek en zo. Alleen bij Sackboy heb ik nooit dat gevoel gehad. Dat voelde meer als, dit is gewoon een Sackboy game wat nu een platform is. Ik bedoel, we kennen allemaal Little Big Planet, dat had zeker zijn eigen smoel. Maar hier zit gewoon zo... Je merkt, ik voelde gewoon aan deze game dat Asobi hier zoveel liefde in heeft gestopt. Dat ik gewoon niet zie bij Sackboy of Ratchet & Clank. Ook een vergelijkbare game die eigenlijk ook in hetzelfde straatje past. Want dat is ook... Al heeft die ook meer een grotere nadruk op combat guns natuurlijk. En guns. Ja, zeker.
Ja. Maar ja, maar wat Asobi ook heeft laten zien met deze game, wat ik echt indrukwekkend vond, is dat het niet meer alleen de DualSense volledig in de vingers heeft, maar ook de PlayStation 5 zelf. Ja. Want sure, het ziet er simpel uit qua artstijl, maar het ziet er wel echt super strak uit. Er zit raytracing in. Mooi, ik heb nul bugs gehad. Ik heb nul frame drops gehad. Yeah. En dat doen ze terwijl ze hebben volgens mij physics hebben ze helemaal uitgevonden nu. Want wat ze soms doen uit het niets, zonder reden, gooi ze gewoon zonder grappen 1000 appels op je scherm. Allemaal met physics. Je kan er doorheen lopen. Je kan ze wegschieten. Ook iets heel erg Nintendo's. Dat zo'n heel gepolijst product afleveren. Ja, dat niet buggy is, maar heel mooi is afgewerkt. Ja. Nintendo, gelijk. Rockstar. Ja, ja. Nee, ja. Ik heb geen One Patch nodig gehad. Dit is echt, het voelt af. Sowieso is dat ook wel een beetje PlayStation. Hè? Ik bedoel, PlayStation levert over het algemeen echt wel goede producten af. Ja, maar niet zo foutloos als dit. Ja. Dit was echt gewoon vlekkeloos. Ik heb nul problemen gehad. Ik kan geen me de eerste dagen niks. Van Days Gone en Bloodborne nog herinneren. Dat waren geen... Ja, Days Gone. Oké, point taken. Dit is zeker goed inderdaad, ja. Ja, ik heb ook één keer gehad dat je in een ruimte komt en lag allemaal van die juweeltjes, van die diamantjes eigenlijk op de grond. Echt honderden. Honderden. En ze zijn allemaal... hebben ze dus physics. En dan zag je aan de zijkant ook nog even twee van die grote douche... koppen als het ware, die ook nog eens gewoon constant, gewoon nog meer. Dat je denkt van, jullie zijn nu gewoon aan het flexen. Dit is gewoon, I'm sold. Oké, ik ben verkocht. Het is geen gameplay, maar het voegt wel toe aan de levendigheid van de game. En dat allemaal zonder een enkele frame drop. Je kan ermee interacten. Je zei al, het is interactief. Ja. Weet je kan onder je kan waarschijnlijk onder de diamant staan. En wordt op je gedaan. Ja, dat is gaming. Leuk. Ja, dat is leuk. Ja, dus ja, het is echt een fantastische game. Is dit jouw GOTY, denk je? Oeh, geweten. Dan moet ik oppassen. Even kijken wat er allemaal dit jaar is uitgekomen. Nou, laat ik het zo zeggen. Er is nog geen game uitgekomen dit jaar die mij zoveel memorabele emoties heeft gegeven. Joie de vivre. Want ik denk nog steeds echt met zoveel plezier terug aan afgelopen weekend. Ik bedoel, het is 3 dagen geleden dat ik deze game volop heb gespeeld. Maar ja, het is echt... Ik werd er helemaal gelukkig van. Oké, is het een... GOTY contender. Absoluut. Oké. Absoluut. Dit is sowieso de beste platform game sinds Mario Odyssey. Zonder twijfel. Doe maar. En ik hoop echt... Want wat jij zegt is zeker een goed punt. Dat vond ik trouwens wel echt een mooi punt. Dat je zei met Crash Bandicoot en Spyro en alles. Dat op een gegeven moment zoveel kwam. En we hebben nu ook nog steeds Sackboy en Ratchet & Clank. Ik hoop echt dat PlayStation hier bij blijft staan. Van dit is nu onze mascotte. Dit is onze fun time. Dit is onze good time van, we gaan gewoon even lekker plezier hebben. En dat ze het door blijven doen. Niet dat een Sackboy of een Ratchet & Clank niet meer uit hoeft te komen. Maar ik hoop dat ze snappen dat dit... Ze hebben echt goud gevonden. Dat dit de benchmark wordt. Ja. Ik mis Jack & Daxter eigenlijk ook wel een beetje. Ja. Maar ja, goed, dat is een heel andere discussie. Moet je Astro Bot spelen. Ja. Hey. Wauw, oké. Dus beste platform game sinds Mario Odyssey. Ja. Dat is geen easily. Geen kleine uitspraak. Nee, dat zeker niet. Want ik heb Mario Odyssey echt torenhoog staan. Ja, als je mij vraagt, is het de beste 3D Mario game? Goed, daar zijn de meningen op verdeeld. Maar... Ja, dat is wel lastig. Daar kunnen we een hele podcast vol over lullen. Ja, dat sowieso. Maar het is gewoon uitstekend van begin tot eind. En ja, een beetje het verhaal, who cares. We hebben nooit over een verhaal van Mario gegeven. We willen gewoon een mooie tijd hebben. En dat is wat deze game absoluut doet. Preach. Ja. Oké. Okay. Nou, je hebt me in ieder geval overtuigd om Astro Bot even een volledig mooie fix even wat codes, cheer. Dan kom je nog meer geld uitgeven. Dit is genieten. Dit is wat genieten betekent. Ja, wat is die volledige prijs? Dat, 60, 70 euro. Ja, wel volledige prijs. Ja, oké. Hebben we nog andere dingen gespeeld, heren? Ja, mag ik even gushen? Ja. Want we hebben het even gehad over hoe kut Gamescom was en zo. Maar voor mij was het stiekem out of nowhere een hele goede Gamescom. Want echt, geshadowdropt als een malle. Castlevania The Dominus Collection. Hebben jullie dat meegekregen? Ja. Oké, dus 2 jaar geleden kwam Castlevania Advance Collection uit. Maakte mij super blij, want de 3... Game Boy Advance, Castlevania's behoren tot 3 van mijn favoriete games aller tijden. Want dat zijn... We kennen allemaal de term Metroidvania. Dat komt... De Vania deel komt door Symphony of the Night. Voornaam specifiek Castlevania Symphony of the Night. Want daarvoor was Castlevania gewoon actieplatformers waarbij je heel log met een zweep door levels liep en probeerde niet in afgronden te kukelen en zo. Tot Symphony of the Night. Toen was je opeens geen
vampierjager uit de Belmont clan meer met een zweep, maar je was Alucard. Je was de zoon van Dracula, die was eleganter, die kon, had veel meer bewegingsopties en die moest opeens ook, weet je, die had geen zweep, maar een zwaard en andere wapens. En die moest een gigantisch kasteel verkennen. Nou, werd een matig hit en daarna een cultklassieker. En toen voor de Game Boy Advance hebben ze dus een soort van Symphony of the Night-achtige games gemaakt. Drie daarvan. Circle of the Moon, Harmony of Dissonance en Area of Sorrow. Drie geweldige games, voornamelijk Area of Sorrow, is eigenlijk gewoon een soort echt bijna gewoon Symphony of the Night niveau, maar dan voor de Game Boy Advance. Daarna kwamen er op de DS nog drie van dat soort games en die waren ook nog eens 10 keer mooier dan die Game Boy Advance versies. Okay. Dat waren dus Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin en Order of Ecclesia. Dat zijn drie van echt van mijn favoriete games aller tijden. Sterker nog, ik heb het niet volgens mij officieel in een recensie gezet, maar een van de dingen die ik zo vet vond aan Dark Souls toen ik in die serie raakte is van, fuck man, alles wat ik vet vind aan die Castlevania games zit in Dark Souls, maar dan 3D. Het is één grote interconnected wereld. De bossfights zijn groots en uitdagend. Vijanden kunnen nieuwe wapens droppen waarmee je hele nieuwe builds kan maken. Dat zit allemaal in die games ook. Als je Dark Souls vet vindt, speel die Castlevania games, want het zijn gewoon 2D-versies van die shit. En de beste games daarvan zijn dus die DS-games, vind ik. Dawn of Sorrow is misschien wel mijn favoriete 2D-game ooit. Ik had alleen nooit verwacht dat daar ook een collectie van zou komen. Want zeker ook Dawn of Sorrow gebruikt de touchscreen voor heel veel shit. Van de DS. Ze opgelost. Maar ze hebben dus gewoon out of nowhere hebben ze gedropt. Hey Sam, jij wilde deze drie games hier, alsjeblieft. Voor echt €20. En er zit een remake bij die nog nooit eerder is uitgekomen van Haunted Castle. Wat een bikkelharde arcade-game, Castlevania-game was. Dus ik zat Twitter te checken en ik werd opeens al gespamd door mijn vrienden van Sam, heb je het gezien? Wat? Castlevania Dominus Collect. Je wist niet wat je zag. Meteen ook, dag daarna, weet je, Simon belt me op. Sam, kan jij alsjeblieft een paar woorden tikken voor de pu over de Dominus Collection? Ik zei van bro. Want die werd geshadowdropped, die collection, of? Ja, gewoon letterlijk, gewoon een trailer. Gewoon, wel met een trailer, komt maar gewoon uit, nu ook. Uit. Hij is nu uit. Geniet. Oh, what? Holy shit. Het is wat? Dus inderdaad, Simon zei van, kan jij een paar woorden schrijven? Ik zei, bro, I'm already there, bro. Like, vanavond al. Ik ben al aan het spelen. En ja, de afgelopen dagen ben ik alleen maar, ik heb Dawn of Sorrow weer uitgespeeld. Fucking geweldig game. Ik zit nu in Portrait of Ruin. Portrait of Ruin is heel bijzonder, omdat je met twee personages tegelijk speelt. Je hebt Jonathan, die dat is gewoon die standaard zweepgast. Maar je hebt ook die chick die magie kan doen. En je moet switchen tussen die personages om ook puzzels op te lossen. Omgevingspuzzels op te lossen. Het is geweldig. Blijft het nog overeind? Dat wilde ik net zeggen. Het is zo goed. Het blijft supergoed overeind. Als dit nu zou uitkomen, mensen zouden zeggen van ja, oké, graphics zien eruit als retro graphics. Weet je, 16-bit-achtige shit. Ja. Maar het speelt zo strak. De animaties zijn zo mooi. Zeker in deze DS games. Bij die Game Boy Advance games kan je nog zeggen, ja, die animaties zijn wat houterig. Ja, okay. Maar hier zijn, de Dawn of Sorrow, de hoofdrolspeler, Soma Cruz, heeft zo'n lange jas. Ik word weer even Boris van jaren terug. Je hebt zo'n mooie flapperjas. Maar hoe dat dan, als hij rent door het kasteel heen, zie je die jas zo gaan. En wat ook zo verslavend is, dat zit sinds de Sorrow Games, is dat een deel geworden van deze Castlevania Games. Je kunt de zielen verzamelen van elke vijand. Elke vijand die je tegenkomt en doodmaakt, heeft een kans om zijn ziel te droppen. En die kan je dan absorberen. En je hebt drie soort zielen, rood, geel en blauw. Geel geeft je stat boost en rood kan je gebruiken als aanvallen. En dat alleen al is zo verslavend van, dit is een nieuwe vijand. Zal ik hem gaan farmen totdat ik zijn ziel krijg, gewoon om te zien wat de fuck het doet? Ja, let's go. Oh. Dus je kan de game, het is zo'n game die je oneindig kan spelen. Ga ik nu voor magie? Ga ik een bottenbeeld maken? Het is fucking geweldig. En het heeft de tand des tijds zo goed doorstaan. Het speelt zo strak. Het is ook op de Switch, weet je. Ik heb hem gehaald voor de PS4 en de Switch. Want ik dacht van, nee, op de PS4 ga ik hem gewoon, of PS5, sorry. Het is een PS5. Voor de plat? Voor de plat en op de Switch, zodat ik hem gewoon altijd. Ik heb hem mee in mijn tas om in de trein te spelen. Het zijn de beste 2D games ever. En het doet mij ook gewoon weer realiseren van wat wil ik uit gaming? Eigenlijk maar twee goede dingen. Ik wil gewoon goede verkenning. Geef mij levels die ik kan verkennen en waar ik word beloond voor verkenning. En geef mij goede combat. Geef mij vette bazen. Dark Souls heeft dat. Zelda heeft dat. Castlevania heeft dat. Alle games die ik vet vind, hebben die twee elementen. Het zijn gewoon sikke boss fights, goede verkenning, have fun. Weet je, de Dominus Collection is een soort van hoogtepunt hiervan. Dus zelfs als mensen zoiets hebben van, ja, ik hou wel van Metroidvania's, maar Castlevania ben ik nooit echt ingeraakt. Fuck it, skip al die andere collecties, haal meteen Dominus Collection en je hebt gewoon peak. Je hebt peak fucking gaming. Sick. Dat wil ik even zeggen. Klinkt goed. Oké. Nou, laten we deze maar behandelen als een mic drop dan.
Want dit was Pauwpraat. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. En heren, dankjewel voor jullie enthousiasme. Ja, thanks for having me. Wat wordt nou dat cijfertje dan? Ja, 101. 95 misschien, denk ik. Voel ik heb altijd al, daar heb ik al heel lang op gezeten. Ik zit nog even te kijken, maar goed hoog. Ja, oké. Okay, netjes. Oké, okay, ja, prima. Ja, ja. Nou, daar zult u het mee moeten doen. Over 2 weken zijn we er weer. Dan is Samuel er ook weer. En Florian is weer terug van zijn vakantie. Dus, welverdiende ja, vakantie. Kom zeker even kijken en luisteren natuurlijk. Tot de volgende. Vergeet niet te liken en te abonneren en recensies achter te laten. Je weet de hele riedel toch.